ben altijd geweest zoals ik was. Ik was een beetje meisjesachtig, zei ze altijd. Ik was een documentairemaker. Help wat bed. Het moet toch echt in Den Haag geregeld worden? Het gaat wel over heel veel geld. Ik ben geen 100% homo, want ik ga ook met meisjes. Maar ja, ik ben nu 92, dus dat is ook al een beetje minder. Het is zo vrij in Nederland dat dat kan. Dat is geweldig. Ze wisten waarschijnlijk niet allemaal wat homo was in die jaren, toen ik 11 jaar was. Van alle jongens leuk in het dorp. En zij mij ook wel een beetje, maar niet in die mate zoals ik hen zag. In Sassenheim, waar ik woonde in die tijd, ontmoette ik André uit Westdorpen, dat dorpje wat naast Sassenheim ligt. En André was ook homo en die werkte bij een boekhandel en die deed orders naar huis brengen. En die ontmoette ik zomaar gewoon op straat. En toen bleek al vlug dat hij ook homo was. Maar helemaal mijn type niet, helemaal niet. Mijn vriend, die ontmoette ik toen ik, 25 was. Het was heel en al liefde in de eerste tijd. Dat stond af niet. Een paar maanden voordat we 50 jaar samen waren, is hij gestorven. Ik woon hier nu een jaar, maar ik heb geen vaste vriend hier.